Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben net wakker. Echt net wakker. Mijn bed ligt nog lekker open. Maar vandaag wordt een leuke video, want ik ga vandaag vloggen, maar niet zomaar vloggen. Ik ga vandaag alles, maar echt alles wat ik normaal met rechts doe, ga ik vandaag met links doen. Dat dus gaat betekenen dat het een hele moeilijke en zware dag gaat worden. Dat is één. En ik ben heel benieuwd of mij dit gaat lukken. Het is natuurlijk altijd heel moeilijk dat je altijd rechts bent geweest en nu moet je denk ik alles met links doen. Daarom gaan we zien hoe het gaat lopen vandaag. Ik ben heel erg benieuwd. Dus ik denk dat deze hand heel erg moe gaat worden vandaag. Eén dingetje voor jullie. Mocht ik straks een t-shirt aan hebben, mochten jullie twijfelen, omdat het een spiegelbeeld is, welke hand nou links is. De hand zonder armband en zonder klavertje. Dus deze hand, waar dus niks op zit, alleen de vogeltjes. Die hand is links. Ik hoop dat het vandaag gaat lukken. Ik ga beginnen met een lekkere koffie en ook die moet ik links gaan zetten. En ik wil even mijn telefoon. Ook dat moet links. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen vandaag. Er is één uitzondering. Dingen die ik met twee handen doe, blijf ik met twee handen doen. En in het verkeer. Dus als ik op mijn fiets ga of weet ik het wat, dan telt het even niet mee. Sorry dat ik zo ga, maar ik ben echt heel erg moe. Dus ja, ik ga eventjes lekker me klaarmaken met links. We gaan het zien, jongens. Het wordt een linkshandige dag. Het kan heel leuk worden of het kan heel vreselijk zijn. We gaan het allemaal meemaken. Het voelt zo gek om met links te filmen. Oh, echt heel vreemd. Trouwens, als jullie de vorige... Oh nee, wacht, dat heb ik natuurlijk... Oh nee. Sorry, foutje. Ik wou zeggen, als jullie de laatste vlog hebben gezien, maar die is helemaal niet meer online gekomen. Dat was een hele rare vlog, die heb ik eraf gehaald. Maar de afgelopen week is natuurlijk de week van mijn verjaardag geweest. Het is natuurlijk vandaag, ik ga geen datum erin plaatsen omdat het een aparte video is, maar het is vandaag 30 augustus. Dus de afgelopen week ben ik een jaar geweest en heb ik ontzettend veel leuke dingen gehad. Waaronder die handtas, het bureau, de plaatsspeler en dit. Dit zijn nieuwe jaloezieën. Ik had natuurlijk een roze, of een roze, Ik had een wit rolgordijn. Maar die viel elke keer naar beneden of dat koordje hier zo, dat ging er dan boven vanaf. Dus ik heb nu dit rolgordijn gekregen. Super blij mee. Hij is alleen een beetje licht doorlatend. Dus kun je nagaan, hij is nu dicht. En het is best wel licht in mijn kamer. Kijk, ik ga hem even openzetten. Dit is dus open. En dit is dicht. Kun je nagaan wat een verschil. Het is best wel een verschil eigenlijk. Ik ga deze ook een klein stukje openzetten. Zo. Ik ga koffie zetten, jongens. Ik ga naar beneden. Ik ga koffie zitten en ik heb nu al pijn in mijn arm van het links vloggen. Kun je nagaan. Goed. Het theetje is gezet. Die denk ik zelf, want het is nog veel en veel te heet. Maar, het wordt een beetje aftasten. Want zoals jullie misschien net zagen in het clipje met de fles ijsthee. Het is lastig. Ik vlogde met links, maar met rechts moet ik dan die fles openmaken. En ik had ook geen kracht in mijn linkerhand. Dus ik kreeg hem niet open. Dus ik heb wel rechts even gebruikt. Anders had ik er morgen nog eens aan met die fles. Maar dat zijn een beetje dingen waar ik me een beetje aan moet ondervinden vandaag. Want... Het is toch maar de vraag wat je dan wel met rechts gaat doen en wat je dan toch niet met rechts doet, maar met links blijft doen. Dus heel gek. Ik kan bijvoorbeeld nu ook zeggen, ik pak die over en ik haal met links mijn telefoon uit mijn zak. Kan ook, snap je? Dus vlog met rechts bedoel ik, en met links mijn telefoon. Ja, ik weet niet eens meer wat ik zei. Maar dat is eigenlijk gewoon best wel een beetje aftasten vandaag. Van joh, wat doe ik met links en wat niet? Maar het is tijd. Het is tijd om mijn bed op te gaan maken. En één voordeel, dat doe ik altijd al met twee handen, dus vandaag ook. Dat zijn eigenlijk die dingen waar ik een beetje uitzondering voor heb gemaakt. Ik ga die dingen die ik normaal met twee handen doe, met één hand doen. Want dan duurt deze dag 6 keer zo lang en daar heb ik ook geen zin in. Dus ik ga mijn bed opmaken, jongens.
Moet ook gebeuren. Kan er maar weer lekker terug in, maar opmaken is natuurlijk beter. Is nog best goed gelukt voor een rechtshandige dame die het nu in één keer met links doet. Nu mijn haar zit niet, jongens, echt vreselijk. Alles gaat overrent. Och. Maar het is serieus mijn werk, maar we ook gewoon. Super tof. Mijn mascara is goed gegaan. Alleen mijn eyeliner durfde ik echt niet met links te doen. Ik denk straks zit ik in mijn oog. Dus die heb ik alleen met rechts gedaan, maar voor de rest heb ik alles met links gedaan. En het ziet er nog prima uit. Mijn wenkbrauw vond ik echt een uitdaging. Daar heb ik super lang over gedaan, maar het is goed gelukt. Ik ben heel erg tevreden. Ik ga even lekker mijn kopje thee drinken. En eventjes op social media kijken. En een YouTube video kijken. En dan gaan we verder aan de slag wat allemaal moet gebeuren. Oh ja, en ik ga mijn schoenen aandoen. Maar dat doe ik altijd met twee handen, dus dat doe ik nu ook gewoon met twee handen. Goed, het is nu tijd om even wat te gaan doen. Ik ga mijn vest aan doen. En dan ga ik even naar buiten toe, want alle dozen van de rolgordijnen en de vuilniszak en zo staan nog voor mijn kamerdeur. Dus die ga ik even naar beneden brengen. Ik heb trouwens mijn schoenen aangedaan, deze neon Nike's uit Amerika volgens mij. Ik ga ze meenemen. Deze dingen. Vergeet even wat ik zei met dat alles opgeruimd was. Nu is alles opgeruimd. Hier is ook alles weg. Oh jongens. Wat een mega mega oorlogsgebied was dat zeg. Echt niet normaal. Maar goed. Het is klaar. Alles is netjes. Alles is naar mijn zin. Ik ben overigens hartstikke blij mee. Wat ga ik nu doen? Dat is echt een hele goede vraag. Ik weet niet eens hoe laat we leven. Oh. Ik kijk op mijn telefoon en laten we leven, maar daar staat de klok. Oh. 10:30 geweest. Ik denk dat ik even naar mijn opa en oma ga. Of ik doe dat zo meteen. Dat is even een beetje de vraag. Ik wacht nog een uurtje. 11:30 ga ik naar mijn opa en oma. Ga daar even zitten en dan gaan we wel zien wat er gaat gebeuren, jongens. Ik ga wel even eten, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen honger. Echt niet. Maar ik moet wel wat gaan eten, dus ik ga even gauw wat eten maken. En dan ga ik dat hier lekker opeten. Goed, het wordt voor nu een behoorlijke drukke middag. Ik ben beneden bezig met eten. Ondertussen ben ik mijn tas aan het inpakken, want ik ga vanmiddag naar de fysio. Maar dat ga ik waarschijnlijk gelijk doen als ik op school ben geweest. Ik moet natuurlijk eerst nog even langs school. Dus die handdoek voor de visio neem ik gelijk mee. Ik denk dat ik hem toch beter kan opvouwen. Dan neemt hij wat minder ruimte in de slag. Dus ik neem mijn handdoek gelijk mee naar school. En ik weet ook totaal niet hoe lang ik daar bezig ga zijn. Even kijken hoor. Handdoek moet ik meenemen. Formulier ligt beneden voor de bekkenfysio. Verder nog iets? Volgens mij niet. Tasje kan dicht. Met de linkerhand overigens. Ik ben beneden ook aan het koken met mijn linkerhand. Is niet makkelijk. Maar ja, je hoeft niet zo heel veel te doen. Want het is alleen maar opwarmen. Dus dat is mooi. Telefoon gaat mee. Tas gaat mee naar beneden. En dan ga ik even eten. Daarna langs mijn opa en oma. En daarna ga ik naar school toe.
goed. Net lekker even gegeten. Met links. Ik ging af en toe even de fout in. Nu onderweg naar mijn opa en oma. Even wat afgooien. En daarna onderweg naar school toe. Gesprek. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen. Hallo. Goed. Leek is met mijn linkerhand aan het vloggen. En ik ga even een bezoekje brengen aan Rattenplant. Ik wil kijken of ze misschien leuke platen hebben voor mijn plaatspeler. Dus misschien hebben ze hier wat. Let's go. Ik ben de Rattenplan geweest, leuke platen kunnen scoren voor mijn LP, dus dat is heel erg leuk voor een plaatsspeler. Leuke LP's. Ik loop nu even naar de Van Haren, omdat ik wil kijken voor een paar enkel sneakers. En daarna ga ik naar de bus richting de Visio. Nou, daar niets kunnen vinden. Nu even gaan we een rondje verder door het dorp. Het is nu 3:03. Het moet 3:00 zijn, dus komt dat goed. Ruim gerekend. Goed, ik heb wat leuks kunnen scoren. Ik heb een ander shirtje gehaald, want mijn shirtje was psych en psych met wat zweet, ik was zo warm. Ik heb een aantal platen kunnen halen, wat net al zei. Ik heb een leuke 3D pen, een art pen kunnen halen, ook superleuk. En nu wacht ik op de bus richting de Visio. En daarna ga ik bij een vriendin van Roeder op de koffie. En ik doe nog steeds alles met links. Het is niet makkelijk, maar het moet voor vandaag. Goed, Visio gehad. En nu ook naar mijn moeder de vriendin. Even bakken hier. Ik heb niks gedaan, alleen maar gebabbeld. Volgende week echt op bezoek. Hello people. Ik ben thuis. Ik ben thuis. En you know what? Ik heb alles, maar dan ook alles met links gedaan. Ik ben een avondeten gaan halen. Dat heb ik met links afgerekend. En meer heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik ben dus bij de vriendin van mijn moeder geweest. Het was super, super gezellig. En daarna zijn we naar huis gegaan. En toen dachten we, we hebben geen zin om te koken. Ik weet niet wat we moeten eten. En toen dacht ik, ik ga gewoon een Turkse pizza halen. Dus dat hebben we gegeten. En dat was super, super lekker. En nu is het avond. Ik ben eventjes aan het hobbyen met twee laptops. En ik ga verder niks meer doen vanavond. Ik ga lekker een kopje koffie zitten zometeen. En daarna ga ik lekker chillen, film kijken, slapen. Who knows what more. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze linkshandige vlog. Yo, left-handed. Woehoe. En ik zie jullie heel erg snel bij een nieuwe video. Doeg!